Met nieuwe energie werken aan nieuwe energie. In 2020 is Flevoland energie-neutraal. Er wordt dan net zoveel duurzame energie opgewekt als het totale energie dat door Flevolandse burgers en bedrijven gebruikt wordt. Daarmee zijn we koploper in Nederland. Deze bijzondere mijlpaal en unieke positie biedt kansen voor het gebied. En het roept de vraag op wat er nog meer mogelijk is. Het komende jaar wordt een Flevolands toekomstbeeld voor nieuwe energie in 2050 ontwikkeld. Hierbij kijken we naar de economische kansen, de voordelen voor iedereen en de ruimtelijke impact. Maar waar liggen nu de kansen voor de toekomst? Hoe benutten we onze koploperspositie? Hoe zorgen we voor maximaal profijt voor Flevoland? En tegen welke vraagstukken lopen we aan van 2020 naar 2030 naar 2050? En heel belangrijk, met wie gaan wij die kansen voor het gebied grijpen? Welke wensen leven er? En hoe kunnen we samen onze schouders eronder zetten? De provincie wil namelijk samen met partners werken aan een nieuw toekomstbeeld voor energie in 2050 en aan een actieprogramma voor 2030. Energie-neutraal en dan is de vraag waar het toekomstbeeld antwoord op moet geven. De provinciale doelstelling voor 2030 is energie-neutraal inclusief mobiliteit. We verduurzamen het verkeer en vervoer en willen energie en economie aan elkaar verbinden. Een duurzaam Flevoland. Het verbinden van energie en economie en maximaal profijt voor Flevolandse burgers en bedrijven staan wat de provincie betreft voorop. We werken samen met nieuwe energie aan nieuwe energie.